Bent u naar Paasvuur geweest dit weekend? Nee. Nee, ik ben niet geweest. Ik ben niet naar Paasvuur geweest, dus... Ja, Dernier. Was leuk. Ja? Ja. Nee, ik ben niet geweest, nee. Waarom niet? Nou, het interesseert me eigenlijk niet meer zoveel, nee. Vorig jaar ben ik geweest met mijn dochter en nichtje. En mijn nichtje die werd heel erg beroerd van de lucht. Het is allemaal hartstikke leuk hoor. Maar dat jonge sprongen, zo, dat gaat er een man naartoe. Zoals die jongen van jaren 14, 15. Dus nou, die vinden het allemaal hartstikke mooi. Ik vond het gezellig, een beetje heet, maar het hoort erbij. Wat vindt u van de paasvuurdiscussie? Ik vind het een belachelijke discussie. Hè? Je hebt hetzelfde als met de Zwarte Piet discussie. Ik vind dat Nederlandse tradities in ere moeten gehouden. Dus ook met die paasvuren. Ik weet dat vorig jaar was de discussie er ook al, dus ik heb dit jaar niet zo dat gevolgd. En ik moet zeggen, ik kwam vanuit Zwolle en ik kwam na Heinoot, volgens mij was daar het eerste paasvuur. Ik rook dat de hele lucht gewoon echt naar verbrand hout rook en ik vond het niet echt prettig. Ja, daar heb ik heel veel dingen over gehoord, ook op de radio en zo. Allemaal heeft er wel veel dingen uit het Westen en zo. Dus, maar als ik bijvoorbeeld als nou in het Westen zulke dingen of andere dingen doen met zoiets. Nou, dan gaan ze hier toch ook niet in discussie. Ik bedoel, dat is net zoiets als met Sinterklaas en Zwarte Piet. Ja, tenminste, dat is mijn mening, ja. Heel veel mensen hebben last van de rook. Ik vind, als je in een café komt en je rookt niet, dan kun je ook tegen de rook kunnen. Dus als je naar een paasje gaat en je kunt niet tegen de rook, dan moet je eigenlijk niet komen. En wat vindt u ervan dat zelfs mensen in het Westen erover klagen? Ja, vind ik rondweg lachwekkend, vind ik dat, ja. De rook was, volgens mij de wind was richting Duitsland, dus ik kan me niet voorstellen dat zij last hebben kunnen hebben gehad van het vuur. Als de rook naar het westen staat, dan mogen ze klagen, anders niet. Er zijn ook wel hele andere dingen waar ze over kunnen zeuren, vind ik.